omdat ik olieverf vond ik meteen prachtig materiaal. Je weet ook wel meteen met olieverf van, dat droeg het net zo makkelijk. Dus, wat je maakt, daar kan je nog wat aan doen als je een keer wat sketst hebben en zo. Dus, en omdat mijn ondergrond is altijd geprepareerd karton, glad karton. En daar kon je dus eigenlijk nog dingen op wisselen, zeg maar. Dat je je werk er nog wat aan kon passen als je het niet helemaal mooi vond. Mooie kleuren en al dat soort dingen wel. En ja, gewoon omdat je dus toch eigenlijk schijnbaar wel mede door de perceelt, maar echt door andere dingen. Wel wat dingen in je hol van dat zoek nog wel eens een keer mee te wollen. Kon dat ineens? Hè? Dan kon je dat omdat je dus ineens met verf werkte. Dat was totaal om een keer eigenlijk in je leven ook. Van, het gekke is, van, toen ik met het schilderen begon, toen wie ik eigenlijk elk moment van de dag wel inspiratie om wat te maken. En dat kon voor alles wel wijzen. En dat ging wat terug, En die vrouw zei van, daar is het wel helemaal te pakken en zo. En dat was ook zo. Maar terwijl je dus eigenlijk daarvoor nooit wat met verf of kunst te maken had aan. Hele pad. Het is dus puur de type verf, hè? De kleine type verf waar ik met schets. Ik kleur het nog steeds in met de vingers en daarna krijg ik een soort tekenpen waar ik dan tegenwoordig de lijnen vaak mee terughaal die ik dan eerder gezet heb in dat geraamte, zeg maar. Hè, dus dan krijg je hele scherpe lijnen, maar ik heb ook een heel groot deel van mijn werk is dat ik het opnieuw deed met een tube verf, de basislijn, nadat de steen gekleurd was. Dus dat is eigenlijk mijn echte techniek. Ik zit nog wel wat te denken van ja, ik heb van meer dan 100 plakken had ik een schilderij in Friesland, hè? 100 dorpen en steden waar ik wel een schilderij van heb. Want daar zoek ik eigenlijk nog wel eens wat mij dwang wil.